Dank Els voor deze aankondiging, dank voor de uitnodiging, dank voor de grote opkomst. Het zit bijna helemaal vol. Dus ik ga iets vertellen over, staat het geluid aan, ben ik goed te horen? Ik ga iets vertellen over wat als vragen, wat we daar over kunnen zeggen, wat het nut daarvan is om daarover na te denken. Ik zal denk ik ongeveer een half uur praten en daarna hebben we wat ruimte voor discussie, maar als iemand tussendoor vragen heeft of andere opmerkingen, dan voel je vrij om die te stellen en dan kunnen we daarop inhaken. What if? En wat is het nut van het stellen van wat als vragen? En in hoeverre kunnen we daar een antwoord op geven? Een eerste onderwerp of zin waarin het nuttig is om na te denken over wat als vragen is als het gaat over oorzaken, oorzakelijkheid. Dus een bepaalde gebeurtenis vindt plaats, die heeft een gevolg. Wat als die gebeurtenis niet had plaatsgevonden? Was dat gevolg er dan wel geweest of niet? Door daarover na te denken, die wat als vraag te stellen, kun je als het ware inzicht krijgen in het belang van bepaalde oorzaken. Hou iets weg in gedachten, speel met zo'n situatie en je ziet in hoeverre een bepaalde gebeurtenis een verandering aanbrengt en welke gevolgen een gebeurtenis heeft gehad. Dus je kunt door na te denken over wat als vragen is een manier om grip te krijgen als het ware op oorzaken. Dat zie je ook in de wetenschap, bij het opstellen van wetenschappelijke experimenten, gaat, over welke wetenschap het ook gaat, geldt vaak dat er een bepaalde proefopstelling wordt gemaakt, vervolgens wordt er een andere opstelling gemaakt, die we een klein beetje veranderen, en we kijken welke invloed die variabele heeft. Dus als we een kleine verandering aanbrengen, wat zijn dan vervolgens de oorzaken die daarmee gepaard zijn? Worden die ook anders? En daarmee kunnen we een inschatting maken op hoe belangrijk een bepaald facet is. Dat isoleren we als het ware om te kijken wat de oorzakelijke consequenties daarvan zijn. Dus in oorzakelijk redeneren in de wetenschap is dat belangrijk. En ook voor historici kan dat belangrijk zijn. Als het gaat over wat als vragen en oorzaken die we kunnen bestuderen, dan hebben we het vaak over toekomstgerichte situaties. Dus we maken een proefopstelling, we veranderen een klein beetje en we kijken wat er zal gebeuren. Maar je kunt ook historisch de vraag stellen, wat was er gebeurd als? Dus als er in het verleden een bepaalde gebeurtenis niet had plaatsgevonden of iets anders was gelopen, wat waren daarvan de gevolgen geweest? Dus dat is als het ware dezelfde soort wat als vraag die je stelt, maar dan niet toekomstgericht, maar gericht op het verleden. En historici die hebben de beperking dat zij dit soort proefopstellingen, zoals veel wetenschappers die wel kunnen maken, zelf niet kunnen maken. Immers de geschiedenis, die kunnen we niet terugspoelen en daarin alsnog een kleine wijziging maken. Maar grappig genoeg doen historici dat in gedachten vaak wel. Wordt er vaak over wat als, wat if scenario's nagedacht, om te achterhalen hoe belangrijk een bepaalde gebeurtenis in het verleden is geweest. Dus we denken na, wat als Gorbachev er niet was geweest? Was nog steeds de Berlijnse muur gevallen? En daarmee kan je als het ware grip krijgen over het belang van Gorbachev en zijn handelen voor het einde van voor het vallen van de Berlijnse muur en de ontwikkelingen van de Sovjet-Unie. Of wat als Hitler er niet was geweest? Was de Tweede Wereldoorlog uitgebroken? En daarmee kan je een soort inzicht krijgen in het belang van Hitler in de 20e eeuwse geschiedenis. Dus je ziet eigenlijk dezelfde beweging als wetenschappers uitvoeren, een bepaalde gebeurtenis isoleren om het oorzakelijke effect daarvan te achterhalen. Dat doen historici in zekere zin ook. En het zijn met name die historische wat if-scenario's, wat als-vragen, waar ik het met jullie over wil hebben. Maar behalve oorzaken en oorzakelijke kennis, kunnen dat soort scenario's nog iets anders opleveren, namelijk inzicht over mogelijkheden. Oorzaken en mogelijkheden, dat zijn twee verschillende zaken, fenomenen, die ook met een verschillend type kennis gepaard gaan. Sommige wat als vragen hebben specifiek de inzet om te achterhalen hoe belangrijk een bepaalde oorzaak was, maar sommige wat als vragen, die hebben de inzet om te kunnen inschatten wat op een bepaald moment historisch gezien mogelijk was. En die historische mogelijkheden, daar gaat het eigenlijk veel minder vaak over, ook in de wetenschap, terwijl die in zekere zin heel erg belangrijk zijn, ook om over na te denken in ons dagelijks leven, in de praktijk voor historici, maar ook voor andere
voor ons allemaal, voor wetenschappers. Dus dat is iets wat ik specifiek wil belichten vandaag. Oorzaken tegenover mogelijkheden. Laat ik een voorbeeld geven van een wat-als-scenario waarin met name die oorzakelijke kennis van belang is. What if railroads didn't change the world? We horen vaak dat nieuwe technologieën de wereld veranderen. En een veel gehoorde stelling in de jaren 60 was dat onder economen dat de aanleg van de spoorwegen in de Verenigde Staten een grote impuls had gegeven aan de economische ontwikkeling van de Verenigde Staten. En die gangbare wijsheid die trok Robert Fogel, een Amerikaanse econometrist en latere Nobelprijswinnaar, die trok hij in de jaren 60 in twijfel. Door zich af te vragen, goed, wat als die spoorwegen er niet waren geweest? Wat was er dan anders gelopen? En Fogel die analyseerde vervolgens op basis van statistieken en allerlei andere gegevens die van belang waren voor deze analyse, wat er was gebeurd. En hij nam daarbij ook in ogenschouw dat als die spoorwegen er niet waren geweest, en als het goederenverkeer zich veel minder had ontwikkeld, goed, dan was weliswaar iets van de transport en de handel en de distributie verloren gegaan. Maar er waren ook kanalen. De Verenigde Staten zijn grotendeels vrij vlak. En die kanalen die hadden verder kunnen worden uitgebouwd, waardoor scheepvaart zich verder had ontwikkeld. En met stoomboten was eigenlijk min of meer dezelfde gevolgen waren teweeggebracht. Namelijk een enorme groeiende economie en economische impuls hadden die gegeven. Oftewel, Fogel's stelling was, de Verenigde Staten in de 19e eeuw zonder spoorwegen, die hadden zich eigenlijk niet heel anders ontwikkeld dan de Verenigde Staten met spoorwegen. Oftewel, het oorzakelijke belang van die spoorwegen was eigenlijk niet zo heel erg groot. Een verrassende stelling, met name in de jaren 60, toen het eigenlijk voor lief werd genomen dat het belang van die spoorwegen wel heel groot was. En het interessante aan Fogel was dat hij hierbij in zijn oorzakelijke analyse niet alleen die spoorwegen als het ware weghaalde uit de geschiedenis, maar er ook een vervanging voor in de plaats bracht, namelijk verdere ontwikkeling van kanalen, zodat de scheepvaart zich had kunnen uitbreiden. Oftewel, voor hem was dit een spel van weghalen en terugleggen. En dat was de manier om na te denken over wat historisch gezien belangrijke oorzaken zijn. Dat is dus een soort van inzicht dat je met wat als scenario's over de geschiedenis kunt bereiken, lang van bepaalde historische oorzaken. Je kunt er natuurlijk over disputeren of Fogel gelijk had of niet, maar dit is een manier om er tegenaan te kijken. Een heel andere soort kennis om met wat als scenario's te bereiken is kennis over mogelijkheden. Dit is Vasily Archipov, een van de onbekende helden van de wereldgeschiedenis. Archipov was een commandant aan boord van de B-59, een Russische onderzeeër, een Sovjet-onderzeeër die tijdens de Cuba-crisis gestationeerd was of in het water lag voor de kust van Cuba. En jullie zijn bekend natuurlijk met de Cuba-crisis. Dat was een moment tijdens de Koude Oorlog dat de spanningen tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten hoog opliepen. En een van de momenten met terugwerkende kracht waarover werd gezegd, dit was het moment waarop de Koude Oorlog bijna heet was geworden, waarop het bijna de ontwikkelingen een andere kant op waren gegaan. Deze Archipov was een van de drie commandanten aan boord. En de afspraak aan boord was, als er als er een beslissing moet worden genomen over hoe wij moeten handelen of wij onze wapens moeten gaan inzetten, dan moet daar de overeenstemming over zijn van al de drie de commandanten aan boord. Dus daar moet een unaniem besluit over worden genomen. En aan boord van deze onderzeeër was ook een kernwapen, een torpedo met een nucleaire kernkop erop. Dus hier was een kernkop, een onderzeeër met een kernkop, die kon worden afgestuurd en die in stelling zou worden gebracht indien drie van de commandanten daartoe het besluit zouden geven. Goed, dit was eind oktober, waar heftige debatten gevoerd tussen Kennedy en Khrushchev en intussen werden er geluidsbommen gedropt door het Amerikaanse leger om de onderzeeër van de Russen naar beneden te dringen. Deze onderzeeër die ging naar beneden, die ging diep onder water en verloor daarbij het radiocontact met Moskou. En daardoor ontstond onduidelijkheid aan boord of de oorlog al was begonnen. Ze hoorden het geluid van vallende bommen, ze dachten misschien is die oorlog al in gang en er moest een beslissing worden genomen, zoals voorzien,
of er al dan niet een torpedo zou worden afgevuurd. De kapitein aan boord die stemde voor. Hij kreeg zijn tweede commandant met zich mee. En deze Archipov, de derde commandant met gezag over deze beslissing, die keerde zich er tegen. Die besloot niet om met de meerderheid mee te gaan en hij blokkeerde het besluit om inderdaad die torpedo af te vuren. Het gevolg was dat deze onderzeeër uiteindelijk boven kwam drijven en met terugwerkende kracht zouden we kunnen zeggen een kernoorlog is afgewend. Dit is een informatie die overigens pas veel later naar buiten is gekomen in 2002 toen Archipov zelf overleed. En sindsdien zijn veel historici het erover eens, kunnen we inderdaad zeggen dat dit een moment was waarop de geschiedenis met gemak anders had kunnen lopen, waarop dat bijna was gebeurd. Een historisch kantelpunt. Wat dit scenario doet verschillen van het vorige scenario over Fogo en de spoorwegen, is dat hier sprake was van een historische mogelijkheid. Een moment in de geschiedenis waar we naar kunnen teruggaan, waar we eigenlijk maar een heel kleine wijziging hoeven aan te brengen en de zaken waren anders gelopen. Het was bijna anders gegaan. Het had met gemak anders kunnen lopen. En voor die spoorwegen van Fogo geldt dat eigenlijk niet. Want stel je voor, een geschiedenis zonder spoorwegen waarin de Verenigde Staten zich wel hadden geïndustrialiseerd. Wat vereist dat nog meer? Dat vereist dat er wel stoomkracht is, maar dat er niet de menselijke inventiviteit is om daar vervolgens dat te combineren met wielen die er natuurlijk ook bestonden en daarmee bepaalde nieuwe technologieën te ontwikkelen. Dus dat lijkt historisch gezien een veel minder plausibel scenario. Het is als het ware niet stabiel dat het ene wel gebeurt en het andere niet. Terwijl dit moment, het moment waarop Archipov zijn beslissing nam, als je teruggaat naar de geschiedenis en historisch gezien bekijkt wat er had kunnen gebeuren, dan lijkt het veel waarschijnlijker dat hier inderdaad sprake was van een mogelijkheid die zich met gemak had kunnen voltrekken, een historisch kantelpunt. Goed, er zijn dus historische scenario's waar we kennis kunnen verwerven over oorzaken en over mogelijkheden. Ze zijn beide relevant, beide voor historische relevant en in het dagelijks leven relevant. Maar het zijn vooral de mogelijkheidsscenario's waar ik me hier op wil richten. Hier links is een cover van het tijdschrift Newsweek uit november 2016. Dit was een cover die al klaar lag in de eerste week van november, voordat de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen binnen waren. Iedereen ging ervan uit, of heel veel mensen gingen ervan uit, dat Hillary Madame President zou worden en niet Trump. Dus Newsweek die had alvast een cover voorbereid. Sommigen lagen al in de schappen, vandaar dat deze foto op het internet circuleert, van Hillary als president. Het verhaal lag al klaar. Wat je daarin ziet, is dat mensen anticiperen op toekomstige mogelijkheden. Dat doet Newsweek ook. Je realiseert zich, we zijn nu in een situatie waar de dingen twee kanten op kunnen gaan. En met gemak kan die ene mogelijkheid worden bereikt, dus daar moeten we ook al naar handelen. We moeten in ieder geval dat in onze besluitvorming meewegen, dat dit een mogelijkheid is die zich met gemak kan realiseren. Natuurlijk geldt ook dat Newsweek daar geen volledige kennis over had. Misschien was de mogelijkheid dat Hillary inderdaad president zou worden wel een stuk kleiner dan we aanvankelijk dachten. Misschien hebben we met terugwerkende kracht wel bepaalde informatie die ons leert dat eigenlijk de kansen helemaal niet zo gelijkwaardig waren. Dat is een interessante vraag, in hoeverre dat inderdaad een kwestie was van een soort kennistekort. Hoe belangrijk dat meespeelde. Maar ook als er tot op zekere hoogte sprake was van onvolledige kennis en een onjuiste perceptie van Newsweek, dan nog steeds is het heel erg waarschijnlijk, of lijkt het heel alleszins redelijk om te zeggen dat hier ook sprake was van een reële mogelijkheid. Dat in ieder geval in oktober, toen die verkiezingen nog iets verder weg waren en toen nog niet alle schandalen over Hillary weer werden opgerakeld, et cetera, dat de kansen van Hillary reëel waren om daadwerkelijk president te zullen worden. Oftewel dat het een reële mogelijkheid was dat dat zou gebeuren. Dus dat we als het ware in de geschiedenis als het ware een pad, verschillende mogelijke paden nog de toekomst in liepen. En dat daarover de definitieve uitkomst nog niet bestendigd was. De andere foto is van John F. Kennedy. Een portret, hoe hij er in de jaren 70 zou hebben uitgezien. Kennedy werd in 1963 vermoord.
En dit is een artist impression van Kennedy, pak een beetje 15 jaar later. Ook deze prent is in zekere zin een toekomstvoorspelling. Het is een plaatje hoe Kennedy er in de jaren 70 in het verleden zou hebben uitgezien. Maar het is een toekomstvoorspelling op basis van het verleden. Het is de toekomst van een mogelijk verleden. Namelijk een verleden waarin Kennedy niet zou zijn, doodgeschoten. Dus dat zie je bij, als je gaat nadenken over historische mogelijkheden, dan ben je eigenlijk toekomstvoorspellingen over het verleden aan het maken. Over het verleden zoals het niet is gelopen, maar wel waar je met basis van bronnen en bepaalde kennis kunt inschatten hoe die had kunnen lopen. En wat ik interessant vind aan dit plaatje van Kennedy, is in ieder geval bij mij roept het direct een soort heel erg bijna lichamelijke reactie op, die zegt, dit klopt niet. Zo was het niet. Hè, dit is... Zo heeft Kennedy nooit geleefd. Terwijl als we intellectueel nadenken over het gemak waarmee de geschiedenis anders had kunnen lopen, dan is het alleszins redelijk om te denken dat inderdaad Kennedy tot de jaren 70 had kunnen voortleven. Dat hij niet als een natuurwet hoefde te worden doodgeschoten in de jaren 60. Dat hij er inderdaad zo had kunnen uitzien. En wat dat in zekere zin suggereert, is dat onze kennis of onze intuïties of ons voorstellingsvermogen in zekere zin wordt begrensd door onze kennis van hoe de zaken daadwerkelijk hebben uitgepakt. We weten, Kennedy die wordt in 1963 doodgeschoten, die heeft nooit tot late leeftijd overleefd. Dus zijn voorstellingen waarin Kennedy wel er ouder uitziet, die tarten als het ware onze verbeeldingsvermogen. Ons verbeeldingsvermogen wordt snel begrensd door hoe de zaken daadwerkelijk zijn gebeurd. En als je daar andere situaties tegenover stelt, dan moeten we die grenzen als het ware doorbreken. Dus dat is interessant. En dat is misschien ook een van de hulpmiddelen die we zelf in de gaten moeten houden. Als we willen nadenken over hoe de dingen anders hadden kunnen lopen, moeten we ons voorstellingsvermogen niet te makkelijk laten begrenzen door hoe de zaken historisch gezien daadwerkelijk hebben uitgepakt. We moeten ook openstaan voor het idee dat het anders had kunnen lopen. Goed, dit onderwerp, what if geschiedenis, zo staat het in de geschiedswetenschap bekend, heeft een hele slechte reputatie onder historici. Ik was zelf geschiedenisstudent ooit aan de UvA en daar werd mij direct bij het eerste vak academische vaardigheden afgeraden om je hier mee bezig te houden. Dit was niet iets voor studenten, pure speculatie, iets voor romanschrijvers, maar niet iets waarvan je vanuit academische hoek iets interessants over kunt zeggen. Een paar kritiekpunten. Ten eerste, wat if geschiedenis, zeggen de critici, is puur speculatief. We kunnen het gewoonweg niet weten. We kunnen niet weten hoe de dingen anders hadden kunnen lopen. We kunnen er naar gissen, maar we verkeren niet in de kennispositie om daar iets zinnigs over te zeggen. Hoe zouden we deze kritiek kunnen pareren? Wel, deels door het toe te geven, het is ontzettend lastig om in te schatten hoe de geschiedenis precies anders was gelopen. Vaak kunnen we dat niet zeggen. We moeten meer inschattingen maken over mogelijkheden. Maar dat je er helemaal niets over kunt zeggen, dat klopt ook niet helemaal. Vergelijk het met toekomstvoorspellingen. Ook daarvan geldt dat die ontzettend lastig zijn. Maar klopt het niet dat je helemaal niks kunt zeggen over wat er over in de toekomst gaat gebeuren? En als het inderdaad zo is dat dit soort what-if-scenario's toekomstvoorspellingen zijn over een mogelijk verleden, dan geldt dat daarvoor dat we misschien min of meer in dezelfde kennispositie verkeren als wanneer het gaat over toekomstvoorspellingen als zodanig. Sterker nog, dat we misschien wel in een iets betere kennispositie verkeren, want we weten hoe de geschiedenis zich daadwerkelijk heeft voltrokken, terwijl we dat over de toekomst nog niet helemaal kunnen zeggen. Dus we hebben in ieder geval één loop van de geschiedenis die we in onze scenario's kunnen meenemen en die als het ware al een beetje begrenzingen kan aanbrengen in wat waarschijnlijk en wat minder waarschijnlijk is. Een tweede kritiekpunt is dat what if historici wensdenkers zijn. En dat zijn ze van oudsher in de geschiedenis van het genre zelf ook vaak geweest. What if geschiedenis als genre is vooral een literair genre geweest. De eerste die zich ervan bedienden waren ook vooral schrijvers zoals Louis Geoffroy.
een Franse romancier en een enorme aanhanger van Napoleon, die bekend staat als de eerste what-if-auteur. Deze Joie Froid was dus een Napoleon-adept en misschien niet verrassend ging zijn what-if-scenario dat hij in een roman presenteerde, over hoe de wereld eruit had gezien als Napoleon de slag bij Waterloo had gewonnen. En Napoleon had vervolgens een geweldige veldtocht gehouden, hij had Rusland veroverd, Engeland en algehele vooruitgang in de wereldgeschiedenis was het gevolg geweest. Er waren vliegende auto's gekomen, we hadden controle gehad over het weer, drinkbaar zeewater en bovendien was ook nog een nieuwe planeet, Vulcanus, ontdekt. Met andere woorden, als Napoleon maar iets langer zijn zegentocht had kunnen voortzetten, had dat geweldige consequenties gehad. Goed, het mogen duidelijk zijn dat dat inderdaad een voorbeeld is van wensdenken of meer literair dan historisch inzicht oplevert. Maar om dit als kritiekpunt aan te brengen op het genre als zodanig is natuurlijk flauw. Want het feit dat er slechte voorbeelden zijn of voorbeelden van mensen die het niet al te serieus nemen, wil natuurlijk nog niet zeggen dat het genre als zodanig niet serieus zou kunnen worden genomen. De uitdaging is denk ik voor de academicus om te zeggen hoe het wel, hoe het beter kan. Dus hoe we een methode kunnen vinden om dit soort vragen op een meer analytische of gestructureerde manier te benaderen, zonder in die valkuil van wensdenken te vallen. Een derde kritiekpunt is dat what-ifs historici de rol van het toeval overschatten. Vaak draaien what-if-scenario's om het enorme belang van kleine factoren in de geschiedenis. Een bekend voorbeeld van de Franse filosoof Blaise Pascal is de neus van Cleopatra. Wat als de neus van Cleopatra een klein beetje kleiner was geweest, zei Cleopatra, zei Pascal. En zijn antwoord daarop was, dan was de hele wereldgeschiedenis anders gelopen. En dat is een Cleopatra's neus, de neus van Cleopatra, staat als het ware symbool voor de onvoorspelbare dynamiek van de chaotische geschiedenis waar we niets over kunnen zeggen, want het kleinste gebeurtenis, de kleinste je ne sais quoi, zoals Pascal het noemde, kan de grootste gevolgen hebben. Een ander voorbeeld is Gavrilo Princip, een Servische nationalist die in 1914 aartshertog Frans Ferdinand en zijn vrouw beschoot tijdens een rondtocht in Sarajevo. En dit was de aanleiding, zou je kunnen zeggen, voor de Eerste Wereldoorlog, want hiermee reageerden allerlei andere staten op elkaar, et cetera. Wat als Princip er niet was geweest? Wat als hij deze Habsburgse aartshertog niet had neergeschoten? Was de Eerste Wereldoorlog niet uitgebroken? Veel historici zijn het erover eens dat dat wel degelijk wel was gebeurd. Dat het belang van Princip niet zou moeten worden overschat. Zelfs als hij er niet was geweest, dan nog bestonden zulke spanningen in Europa destijds dat je niet die hele Eerste Wereldoorlog aan één specifiek individu kunt ophangen. Oftewel, wat if historici die overschatten het belang van die historische eenling, van die toevallige gebeurtenis, en die hebben geen oog voor de meer structurele onderstroom van de geschiedenis. Ook dat kritiekpunt is denk ik vrij makkelijk te weerleggen. Namelijk door het serieus te nemen en door te zeggen, goed, inderdaad, we moeten ook oog hebben voor de meer structurele patronen van de geschiedenis. We moeten niet zomaar elke je ne sais quoi, elke handeling van een individu, als een soort butterfly effect aan verbinden en te zeggen dat dat de hele wereldgeschiedenis op zijn kop heeft gezet. We moeten de juiste inschatting maken van de rol van toeval en noodzaak, toeval en onvermijdelijkheid in de geschiedenis. Maar het is natuurlijk helemaal niet gezegd dat de what-if-historicus dat niet doet. Sterker nog, je kunt heel goed scenario's opstellen waarin juist de dingen, ook als iets anders was gelopen, min of meer hetzelfde traject hadden gevolgd. Daar komen we later nog op terug. Dus er is geen noodzakelijke bias, als het ware, van what-if-geschiedenis richting het toeval. De uitdaging is om toeval en noodzaak, die twee als het ware hun juiste gewicht toe te kennen zonder het ene te prefereren boven het ander. Is what-if-geschiedenis niet anti-historisch? Beroept het zich niet op alternatieve feiten? Wel ja, vaak gaan what-if-scenario's uit van gebeurtenissen zoals ze niet hebben plaatsgevonden. Maar dat betekent natuurlijk niet dat what-if-geschiedenis helemaal feitenvrij is.
Je kunt wel degelijk op basis van historische bronnen vaak inschatten hoe de dingen waren gegaan, ook als iets anders was gelopen. Dus daar is het historische oordeelsvermogen wordt daarbij relevant. En dat is allerminst feitenvrij. Dus ook als we een kleine wijziging aanbrengen in de soort loop der gebeurtenissen, dat betekent nog niet meteen dat anything goes en dat er helemaal geen sprake is van een soort feitelijke beoordeling. Juist op basis van historische feiten, historische bronnen, kunnen we het inzicht verwerven waarop we dat soort oordelen wel kunnen baseren. En tenslotte een kritiekpunt: verandert iets, dan verandert alles. Ja? Dat geldt misschien voor de gevolgen, maar ook voor de scenario's zelf. Dus stel dat we zeggen, goed, we stellen ons de wereldgeschiedenis voor waarin het pistool van Gavrilo Princip had gehaperd en aartshertog Frans Ferdinand niet was doodgeschoten. Maar die wijziging aanbrengen, dat vergt eigenlijk dat we nog meer wijzigingen aanbrengen. Want waarom haperde dat pistool van Princip? Ja, of als we ons een wereld voorstellen waarin Princip überhaupt niet was geboren, waarom raakten zijn ouders niet bevrucht? Waren zijn ouders er überhaupt niet? Als die er ook niet waren, was de rest van zijn familie er ook niet? En zo zie je dat een ingreep ergens in een geschiedenis vergt, als het ware, dat we verderop ook ingrepen gaan doen. De ene wijziging veronderstelt allerlei andere wijzigingen. En dat lijkt problematisch. Want als je maar doorgaat met dat soort wijzigingen stroomopwaarts te maken, dan kom je op een gegeven moment in een positie terecht waarin de geschiedenis waar we het over hebben eigenlijk heel anders is dan onze geschiedenis. Dus waar gaan die scenario's dan nog over als het niet over onze eigen geschiedenis gaat? Dat is denk ik een van de lastigste vragen voor what-if-historici. Hoe kan je daar nou een redelijk antwoord op geven? Ook filosofen hebben zich van oudsher nooit heel erg met dit onderwerp ingelaten. Onder meer omdat dit zo'n lastig probleem is. Dit is wat David Lewis, een van de filosofen die heel veel heeft nagedacht over mogelijkheden, hierover zegt. Differences never come singly, but in infinite multitudes. Take, if you can, a world that differs from ours only in that Caesar did not cross the Rubicon. Are his predicament and ambitions just there, just as they actually are? The regularities of his character, the psychological laws exemplified by his decision, the orders of the day in his camp, the preparation of the boats, the sounds of splashing oars, hold everything else fixed after making one change, and you will not have a possible world at all. Dus filosofen zijn ook sceptisch. Hè? Om een klein beetje aan de geschiedenis te gaan sleutelen, veronderstelt dat we meerdere dingen moeten veranderen en daarmee is het al snel onze geschiedenis niet meer. Hoe kunnen we dit probleem oplossen? Eén oplossing die is aangedragen door de politicoloog Philip Tetlock en de socioloog Aaron Belkin is door een paar regels op te stellen, regels voor de what-if-historicus. Dus als je over dit soort scenario's gaat nadenken, wat moet je doen? Wel, neem een bepaalde methode in ogenschouw, volg bepaalde regels. En een van de regels die zij voorstellen is de minimal rewrite rule. Oftewel, herschrijf zo min mogelijk aan de geschiedenis. Ga alleen uit van scenario's waarin je een minimale ingreep doet, zonder al te veel andere dingen te veranderen. Zo blijft het in ieder geval min of meer onze geschiedenis. En verandert er niet al te veel mee. Het probleem van deze strategie is dat het nogal vaag is en ook nogal subjectief wat geldt als een minimale ingreep in de geschiedenis. En dat eigenlijk het probleem van Lewis er nog steeds niet mee is opgelost. Hè? Neem de geboorte van Hitler. Als je zijn ouders een uur eerder seks zou laten hebben, dan was er waarschijnlijk een genetisch heel andere Hitler uitgekomen, die ongetwijfeld een heel andere levensloop had gehad en andere beslissingen had genomen. Is dat een minimale ingreep in de geschiedenis? Wel, in zekere zin wel, want laat zijn ouders een uur eerder seks hebben. Dat is natuurlijk heel erg triviaal en onbeduidend. Maar anderzijds lijkt het allerminst een triviale ingreep in de geschiedenis, want de gevolgen zouden enorm zijn geweest. Kortom, wat geldt als een minimal revision, dat is gewoonweg niet helemaal duidelijk en daarmee lossen we niet veel op. Mijn voorstel is om in plaats van dat minimale te herschrijven, de inzet van what-if-geschiedenis anders te maken. Namelijk door ons te richten op aangrenzende mogelijkheden. Mogelijkheden die zich op een bepaald moment bijna hadden vertrokken, met gemak hadden kunnen gebeuren. Zoals het eerdere voorbeeld van Archipov, die nam een beslissing
menselijke beslissingen, zeker onder druk van anderen die er een andere orde op nahouden, die kunnen best wel op een andere manier uitvallen. Als je niet een complete determinist bent en gelooft dat alles gedetermineerd is, maar gelooft dat wij leven in een wereld van mogelijkheden, dan geloof je ook vaak dat menselijke beslissingen anders kunnen gaan, dat dingen zich anders hadden kunnen voltrekken. En we moeten teruggaan als het ware in de geschiedenis telkens naar dat soort momenten waarop een ander pad had kunnen worden gevolgd, waarop we een andere afslag hadden kunnen nemen. Ja, dat soort kruispunten op de geschiedenis waarin de ene mogelijkheid als het ware aanschurkt tegen de realiteit. Ja, dus dat het een aangrenzende mogelijkheid is, niet een mogelijkheid ergens ver weg in gedachten, maar iets dat we direct vanuit het heden kunnen bereiken. En dat is de manier, denk ik, om na te denken over historische mogelijkheden, wat mogelijk was geweest, en om daar de realistische scenario's uit te filteren, is door ons specifiek op dat soort scenario's te richten. Dat is ook tijdsgebonden. Dus wat op het ene moment mogelijk is, dat is op een ander moment niet meer mogelijk. Dus we kunnen telkens, wat er op dit moment mogelijk is in de Oranje Zaal, dat is met bepaalde condities gebonden, namelijk de aanwezigheid van jullie allemaal. Wat hier over een uur mogelijk is, dat is heel erg anders. En zo geldt dat voor alle mogelijkheden, historische mogelijkheden, die zijn tijdsgebonden. Dat is, zijn de mogelijkheden die zich op basis van het heden, als het ware, kunnen ontvouwen. Dat soort mogelijkheidsanalyses, die maken we vaker, ook toekomstgericht. Risicoanalyses, die hebben vaak te maken met inschattingen van mogelijkheden. Wat is op basis van de hedendaagse situatie mogelijk? En daarbij gaat het vaak niet alleen om wat waarschijnlijk is, maar ook puur om hoe het een tot het ander zou kunnen leiden. Wat als de eerste domino-steen omvalt? Dit was een beroemde these in de 20e eeuwse geschiedenis, die Dwight Eisenhower predikte om het communisme in te bangen, de stelling was, goed, als het eerste land omvalt, dan vallen alle andere landen om. Oftewel, er was een soort domino-theorie dat als één land communistisch zouden worden, dan zouden ze dat allemaal worden. Dat is een soort inschatting van wat historisch mogelijk is, vertrekkend van een bepaald beginpunt. Een omstreden these, maar het is een risico-inschatting. En dat soort risico-inschatting maken we eigenlijk voortdurend. Goed, je kunt je dus afvragen hoe breed die historische mogelijkheidsruimte is. He, zit daar een bepaalde onvermijdelijkheid in? Zouden bepaalde zaken altijd dezelfde gevolgen hebben? Of kan dat juist hele andere kanten opwaaieren? De ene school, dat zijn de school van de convergentiedenkers, die zeggen vanuit een bepaald beginpunt had het altijd min of meer dezelfde richting, was het opgegaan. En die convergentiedenkers, die kom je bijvoorbeeld tegen in denkers over technologie, zoals deze Kevin Kelly, die zegt van in technologische ontwikkeling, die heeft een eigen logica. De ene technologie die volgt als het ware uit het andere en die heeft een eigen dynamiek. Of ook als het gaat om evolutiedenkers, er zijn heel veel diersoorten die qua anatomie en ook qua functies in heel erg dezelfde richtingen zijn geëvolueerd. Evolutionaire convergentie. En dat suggereert dat in het evolutieproces misschien de rijkwijde van mogelijkheden beperkt is. Dat je van een beginpunt alleen maar dezelfde kant op zou kunnen gaan. Dat alle wegen uiteindelijk naar Rome leiden. En daartegenover staan de contingentiedenkers, die juist het toeval benadrukken en de breedte, als het ware, van het scala aan mogelijkheden dat zich kan voltrekken. In de evolutie, maar ook in het mensenleven. Denk aan hoe de samenkomst van een zaadcel en een eicel enorme consequenties kan hebben voor de individuen die de maatschappij bevolken. Maar dat telkens gebeurtenissen zijn die in heel veel opzichten met groot gemak anders hadden kunnen lopen. Hè? Historische veldslagen, politieke beslissingen en ook op evolutionair niveau, zeggen sommigen, speelt contingentie een grote rol en hadden de dingen inderdaad met gemak anders kunnen lopen. Hoe moet je die historische mogelijkheidsruimte voorstellen? Wel, er zijn allerlei zaken die je daarin kunt meenemen. Maar één belangrijke hulpmiddel is, denk ik, of één manier om je daarin een weg te vinden, is om je blik te ontdoen, als het ware, van je voorkennis die je al hebt over het heden, hoe de dingen daadwerkelijk zijn uitgepakt, en daadwerkelijk terug te gaan naar een bepaald historisch moment en te zien hoe het toen had kunnen gaan. Dus je een mogelijke toekomst voorstellen op basis van dat verleden. En je kunt dat ook bijvoorbeeld doen door te kijken naar
toekomstvoorspellingen uit het verleden. Dit is een prent van hoe de wereld er in 2000 zou hebben uitgezien, gemaakt in rond 1900. In 1900 werden heel veel van dit soort prenten gemaakt, dus toekomstvoorspellingen over de volgende eeuw. En die werden in sigarendoosjes gestoken, et cetera. Dus die zijn nu allemaal mooie afbeeldingen daarvan. Deze komt uit Frankrijk, en l'an 2000. En hoe stellen we ons dat voor? Het aardige aan deze voorstelling vind ik dat het enigszins raakt aan hoe de dingen zich daadwerkelijk hebben ontwikkeld. Je ziet een soort een videocall die daar wordt gemaakt met een projectie van een vrouw. En tegelijkertijd dat het ook in zekere zin helemaal oblivious is voor de technologie zoals het zich daadwerkelijk heeft ontwikkeld. Hè? Dus dat er bepaalde draadloze mogelijkheden nu bestaan die ze toentertijd helemaal niet in gedachten hadden gehad. Dus je ziet er tegelijkertijd in dat er wel iets over de toekomst kan worden gezegd, maar ook dat er bepaalde beperkingen zijn aan ons kennisvermogen, dat we zeg maar begrensd zijn door onze kennis van het heden en daarom bepaalde dingen over het hoofd zien. Een ander voorbeeld, hoe hier post wordt bezorgd. En ook dit plaatje, hè, 10 jaar geleden had dit er misschien heel erg absurd uitgezien, nu misschien nog steeds wel, maar tegelijkertijd, ik zie hier meteen een drone vliegen en in zekere zin raakt dat misschien juist wel weer aan een bepaald patroon waarin we de technologie zich zien ontwikkelen. Hè, dus daar, je ziet mogelijkheden die veranderen ook, die zijn historisch van aard, die blijven niet hetzelfde. Het zijn historische mogelijkheden die qua tijd op elk moment in de tijd verschillen. En soms gaat het kanten op waar misschien minder touwen aan vast te knopen zijn. Zoals deze transport door middel van door het water heen. Goed, laat ik afsluiten door nog iets over deze historische mogelijkheden te zeggen in het kader van waardering en wat we belangrijk vinden. Ik sla dit even over. Er zijn veel denkers, wetenschappers, maar ook wel filosofen die zich voorstellen dat een bepaalde besef van wat mogelijk was op een zeker moment een soort verdieping geeft aan onze waardering, onze belevingswereld van de werkelijkheid. Neem deze uitspraak van Oliver Sacks. Het idee dat het anders had kunnen uitpakken, dat dinosauriërs nog steeds over de aarde hadden kunnen dwalen of dat mensen misschien nooit waren geëvolueerd, doet het leven voorkomen als des te kostbaarder en betoverender. Dit is een idee van Sacks geïnspireerd door Stephen Jay Gould. Gould, een evolutiebioloog die echt een van de contingentiedenkers was. En een idee dat Gould ontwikkelde en dat ook deze Sacks overneemt, is dat in het licht van de mogelijkheden die zich niet hebben gerealiseerd, de werkelijkheid zoals die zich wel heeft gerealiseerd, vaak des te kostbaarder, waardevoller, bijzonderder wordt. Een soort extra waarderende dimensie krijgt. Of hier een uitspraak van Sharon Street, een hedendaagse filosoof. Zij heeft een citaat over het toeval van een ontmoeting. En daarover zegt ze, er is een veelvoud aan mensen op onze planeet die je had kunnen, in een heel reële zin van had kunnen, ontmoeten. Op wie je verliefd had kunnen worden, trouwen, een gelukkig leven mee opbouwen, als de dingen net een beetje anders waren gelopen. Velen van ons denken dat het mogelijk is om deze contingentie volledig te onderkennen, zonder dat het zijn of haar levenslange liefde en trouw ondermijnt aan de persoon die hij of zij, zoals het toeval wilde, daadwerkelijk ontmoette en verliefd op raakte, trouwde en een gelukkig leven mee opbouwde. Integendeel, in zekere zin kan juist de contingentie van de relatie, de extreme fragiliteit van de hele manier waarop de zaken liepen, het gemak waarmee ze anders hadden kunnen lopen, worden gezien als gegeven dat de relatie des te waardevoller maakt. Ja, dus, oftewel, van oudsher hoor je vaak het romantische idee dat je dat een relatie meant to be was. Dat je bestemd was om elkaar te ontmoeten en dat daar een soort waarde uit kan worden gevonden, uit kan worden geput. En wat Street hier doet is precies het tegenovergestelde suggereren. Namelijk juist het feit dat de dingen met gemak anders hadden kunnen lopen, kan je als het ware des te meer reden geven om de daadwerkelijke loop der gebeurtenissen te koesteren. Hè? Een liefdesontmoeting die met gemak verhinderd had kunnen worden. Je kwam elkaar tegen in de trein of een andere ontmoeting die met terugwerkende kracht heel erg makkelijk verhinderd had kunnen worden. Kan met
met terugwerkende kracht kan je dat beschouwen als des te bijzonderder dat je elkaar wel hebt ontmoet en dat dat zulke grote gevolgen heeft gehad. Dus in het licht van die mogelijkheid en ook van de niet gerealiseerde mogelijkheid kan die werkelijkheid als het ware een andere dimensie krijgen. En dat zie je eigenlijk op een heel fundamenteel niveau. Heel veel menselijke emoties, de menselijke belevingswereld, wordt gevoed door dit soort gedachten aan mogelijkheden. Denk aan een sportwedstrijd waarin op het nippertje wordt verloren. Juist het feit dat die overwinning of een gelijkspel heel erg dichtbij was, maakt het verdriet als het ware des te groter. Dus dat geldt voor teleurstelling, maar ook voor opluchting. Opluchting betekent eigenlijk de dingen zoals die zijn gelopen afzetten tegen een wereld waarin de dingen net iets slechter waren uitgepakt. En omdat ze niet slechter zijn uitgepakt, ben je opgelucht dat het beter is gegaan. Dus oplichting als teleurstelling, dat zijn what-if-emoties. Dat zijn emoties die zich beroepen op een bepaalde gedachte wat er was gebeurd als. En die voeden onze emotionele belevingswereld. En er is onderzoek gedaan door Kahneman en Tversky, beroemde psychologen. En die hebben uitgevogeld dat als mogelijkheden daadwerkelijk in het voor het grijpen lagen en heel dicht bij de werkelijkheid lagen, dan worden deze emoties des te sterker. Dus wanneer iemand een vliegtuig mist en daarom teleurgesteld is, dan zal die teleurstelling des te groter worden wanneer het een near miss was, wanneer dat vliegtuig bijna was gehaald. Ja? Dus dat is een soort, hoe dichterbij de mogelijkheid was, hoe sterker de emotie. En ik denk dat dat een reëel besef weerspiegelt, namelijk dat wij leven in een wereld van mogelijkheden, dat sommige mogelijkheden veel dichter binnen het bereik liggen dan anders, dan andere. En dat dat van een gepaste emotionele weerklank kan hebben. Ja? En dat kan tragisch zijn, dat kan heel erg verdrietig zijn soms, dat bepaalde dingen wel hebben gebeurd of juist niet. Maar het kan ook vreugde geven en het kan je des te meer een bijzondere liefde als het ware doen koesteren. Dus daar wilde ik het bij houden. Waarom stellen we wat als vragen? Kazaal inzicht, dat is het antwoord dat vaak wordt gegeven en dat is ook heel erg belangrijk. Maar ik denk dat er meer in zit dan alleen het belang van bepaalde oorzaken achterhalen. En dat ook dat mogelijkheidsbesef belangrijk is. Belangrijk om risico-inschattingen te kunnen maken. Belangrijk om ons van historische mogelijkheden te vergewissen. Maar ook een waarderende dimensie kan dat hebben. Hè? Door deze Archipov die kunnen we ons voorstellen als de held van de geschiedenis. Waarom? Omdat hij een dappere beslissing maakte die inderdaad een verschil heeft gemaakt. En in het licht van het feit dat hij ook een andere beslissing had kunnen maken en dat de dingen anders hadden kunnen lopen, maakt dat de daadwerkelijke beslissing als het ware des te meer bijzonder. Dat was het, dank jullie wel. Dankjewel Jeroen voor je verhaal. Zijn er nog vragen? Ik vroeg me eigenlijk af waar jij de grens zou leggen voor die invloed die je aandraagt. Ik ben even de naam van die man voor die nucleaire dingen vergeten. Maar Hitler bijvoorbeeld hadden we het over. Hij was in de Eerste Wereldoorlog was hij loopjongen. Liep die brieven rond. Hij is op een gegeven moment is hij opgepakt door de Britten, geloof ik, weet niet zeker. Maar in ieder geval, daar is dus een soldaat geweest en die heeft de keuze gemaakt hem niet volgens protocol dood te schieten, maar hem in leven te houden en hem zelfs te verzorgen. Dan zit je eigenlijk op eenzelfde situatie waarin je blijkbaar die man ervaring heeft opgedaan, een bepaalde druk heeft meegekregen waarin hij deze keuze maakt. Is dat dan iets dat ik wel zou mogen veranderen? En dat was eigenlijk mijn eerste vraag. Ja, dus mogen veranderen hangt er vanaf wat je ermee wilt bereiken als het ware. Als het bereik is om inzicht te krijgen in wat mogelijk was op een bepaald moment, dan zul je heel zorgvuldig de details van die situatie moeten achterhalen. Dus als het ware de geestesgesteldheid van deze man die hem onder schuld had te onderzoeken en allerlei factoren die mee kunnen wegen. En op basis daarvan een inschatting maken van was het inderdaad een reële mogelijkheid dat hij niet Hitler had beschoten op dat moment. Zo ja, dan was dat een aangrenzende mogelijkheid waarop de geschiedenis een ander pad had kunnen volgen. Dus we moeten eigenlijk precies met de tools van de historicus moeten we ingaan op de details van de situatie en op die basis een inschatting maken, denk ik. Oké, maar dan ligt het dus heel erg aan de schaal waarin we denken en ook de tijdsperiode waarin we een analyse gaan maken. Sowieso ben ik niet heel erg van het woord voorspellen, maar meer scenario-analyse, omdat we het niet kunnen weten. Maar
Er stond net causaal inzicht, maar dat is natuurlijk iets heel lastigs. Want heel veel zaken waarvan we denken dat die misschien causaal zijn, zijn eigenlijk correlaties. En klopt ons model dan nog wel dat we aan het maken zijn? Hoe gaan we daarmee om? Want op dit moment lachten we allemaal een beetje om die wat hele slechte voorbeeld van what if. Maar de enige reden waarom we daarom lachen is omdat het verder van onze eigen werkelijkheid afstaat en de ervaringen die we hebben opgedaan. Dus hoe dichter we bij onze eigen werkelijkheid blijven, hoe betere what-if-analyse het zou zijn. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet opgaat. We kunnen net zo ver vanaf zitten als dat hele slechte what-if-analyse die gedaan is. Ja, dat lijkt me inderdaad niet. Er waren een paar dingen die je zei. Ik weet niet of ik het allemaal precies kan terughalen. De eerste opmerking die je maakte lijkt me heel terecht. Dus vaak is er, als we ingaan, je had het over schaalgrootte. Vaak als we ingaan op de algemene patronen, dan kan je daar een bepaalde soort onvermijdelijke loop in zien. En als we meer ingaan op de details, dan zie je daar veel meer toeval in. Ja, dus inderdaad kan dat van invloed zijn op de soort scenario's die je schetst. En inderdaad, je zou het misschien beter scenario's kunnen noemen. Ik weet niet of ik je laatste punt precies kan terughalen. Ja, ik bedoelde dat we scenario's in en daarna ging ik naar causale relaties en correlaties. Ja. Dat is natuurlijk altijd een risico en iets waar we ons tegen moeten proberen te wapenen als het gaat om het achterhalen van bepaalde oorzaken. En je kan dat ondervangen met bepaalde, in een wetenschappelijke proefopstelling kan je dat ondervangen en kan je isoleren wat echt een oorzaak is en wat een correlatie is. Maar als het gaat om de geschiedenis is dat veel lastiger. En dat is inderdaad een risico waar je tegen moet. Oh ja, en ik herinner me ook meer mijn laatste opmerking / vraag. Over het wat nou een acceptabele what-if-analyse is en wanneer die overgaat in een dit is gewoon raar denken. Want als we en niet weten hoe precies die causale relaties zijn, of het misschien correlaties zijn, we zitten op een hoog schaalniveau te denken, dan is het enige waar we op kunnen vertrouwen zijn de ervaringen die we op hebben gedaan. Dat zie je in veel analyses voor internationale betrekkingen bijvoorbeeld. Wanneer is dan iets dat wij erom gaan lachen? Want we weten helemaal niet of het een raar scenario is. En zeker niet. De enige reden waarom wij zeggen dat iets een potentieel scenario is, is omdat we het inschatten als heel dicht bij onze eigen historie. Ja, oké, ik zie wel wat je bedoelt. Dat is inderdaad heel erg lastig. Ik denk dat ervaringskennis daar wel degelijk van nut kan zijn, want heel veel dingen die wij weten uit ervaringen hebben opgedaan, kun je wetenschappelijk niet zo heel makkelijk onderzoeken, maar is wel van belang bij het afwegen maken van wat mogelijk was. Je kent bijvoorbeeld bepaalde karakter, habits van een bepaald persoon en je weet dat die zich telkens weer opnieuw voltrekken. In plaats van in termen van causaliteit is het denk ik nuttig om hierover na te denken als de mogelijkheidsruimte. We bevinden ons telkens in een mogelijkheidsruimte waarvan de grenzen verschuiven naarmate de tijd voortduurt. En als we in die termen gaan denken, dan kan je ook een soort beeld schetsen van wat gegeven op elk moment, wat daar vandaan als het ware de aangrenzende mogelijkheden zijn die je kunt bereiken. En ik denk dat met dat soort denkinstrument in handen kun je een paar eerste stappen zetten. En ik denk dat jouw kanttekeningen daarbij heel relevant zijn. Het is ontzettend lastig, maar dat het ene scenario veel plausibeler is dan het andere, dat lijkt me evident. Ik bedoel, ik kan nu me voorstellen dat er nu een olifant deze kamer komt binnenstormen. En dat gaat niet gebeuren. En dat kan ik je nu al vertellen, terwijl dat wel een mogelijkheid is. Maar het is geen realistische mogelijkheid. En zo kunnen we tussen de realistische en de onrealistische mogelijkheidsscenario's kunnen we een heel duidelijk onderscheid maken. En dat moeten we als het ware steeds meer gaan verfijnen, zodat we op een gegeven moment die aangrenzende mogelijkheid, dat we daar grip op kunnen krijgen. Ja, nog één laatste vraag. Dankjewel voor je interessante verhaal. Een van de dingen die ik met name interessant vond was het verschil tussen convergentie en contingentie. En ik vroeg me eigenlijk af of jij een aanhanger bent van één van deze twee stromingen. En ik meende je net al te horen zeggen dat de details meer toevallig zijn, maar de globale lijnen eigenlijk wat minder toevallig. Dus maak ik daar dan correct uit op dat jij meer convergente denker bent? Ja, ik denk dat je ze allebei moet meenemen.
Dus convergentie en contingentie, je kunt ook zeggen noodzaak en toeval. Dat zijn begrippen waarmee je een soort gelijke onderscheid maakt. En ik denk dat noodzaak zonder toeval is niet zo interessant en toeval zonder noodzaak is ook niet zo interessant. Je moet ze als het ware beide meenemen en de juiste balans daartussen vinden. Dus ik denk dat veel dingen toevallig zijn, een stuk toevalliger dan wij denken, maar ik denk ook dat er heel veel regelmaat in zitten. En je haalde inderdaad dat onderscheid tussen de algemene patronen en de details er al uit wat ik maakte. En je ziet ook vaak, hè, een mooi voorbeeld is de evolutietheorie en de formulering daarvan. Dat wordt vaak als een voorbeeld van convergentie aangehaald, want Darwin en Wallace formuleerden dat min of meer tegelijkertijd. Dus er wordt gezegd, goed, dat idee dat hing in de lucht. Hè. In de wetenschappelijke vooruitgang was dit als het ware de noodzakelijke stap die moest worden gezet. Maar als je vervolgens meer ingaat op de details van hun theorieën, dan zie je dat de metaforen die Darwin gebruikte en de soort rigueur waarmee hij zijn ideeën op schrift stelde, heel erg verschilt van die van Wallace. En dat daar dus allerlei relevante details in zitten, zoals de metafoor van natuurlijke selectie, die we in Wallace' theorie niet zouden hebben gehad. Dus door te zeggen van goed, dat was contingentie, daarmee zien we dat over het hoofd. En daarmee zien we ook over het hoofd hoe belangrijk die details juist zijn voor de verdere ontwikkeling. Dus ik denk dat we ze beide moeten meenemen. Hè. Was er op een gegeven moment een evolutietheorie geformuleerd die sterk aan die van Darwin doet denken? Ongetwijfeld. Had die hele relevante verschillen gehad in de details die ook de verdere ontwikkeling van de wetenschap daar zijn weerslag op heeft gehad? Dat denk ik ook. Dus ik denk dat ze spelen allebei mee. Bedankt nogmaals, Jeroen. We moeten het hierbij laten. Jullie bedankt voor jullie komst. Over 2 weken zijn we hier weer. Zelfde tijd, zelfde plek. En dan met Broodje Politiek. Tot dan misschien.